allemaal. Laatst hebben Laris en ik weer een pakketje binnengekregen. Deze roze zak. En deze zit helemaal vol met kledingstukken. We hebben namelijk weer een uitgebreide bestelling geplaatst bij de webshop Comget Fashion. En we hebben nog niet gekeken wat er allemaal in zit ook alweer. En hoe het natuurlijk staat. Dus we hebben het nog niet uitgepakt. We gaan jullie eerst even laten zien wat we hebben besteld. En daarna laten we zien hoe het aanstaat. En dan kan je ook zien hoe deze maatjes bij ons vallen. Maar heb je straks nog vragen over bepaalde maten of dat soort dingetjes? Vraag gewoon gerust in de comments en we zullen in de beschrijving ook gewoon alle linkjes van de items plaatsen. Wanneer je ook wilt gaan shoppen om natuurlijk je zomer- of garderobe nog net ietsje uit te breiden. Dus, ik kan echt niet wachten. Ik heb heel veel zin om alles te passen, dus laten we meteen beginnen. Het eerste item zit in deze classic zak. Ik zal hem even openmaken. En dit is eigenlijk de Perfect Basic Tee, maar dan een cropped versie. En misschien herken je hem wel, want Laris en ik hebben hem ook in het zwart. En ik heb hem ook nog in het grijs. Ja, we vonden deze echt zo fijn zitten dat we echt iets hadden van we moeten hem ook echt in het wit hebben. Want je kan het gewoon serieus op alles combineren. Maar omdat het dus net een beetje wat buikje geeft, is het net wat speciaal. Ja, staat gewoon heel erg leuk. Dus we zullen je eventjes laten zien hoe deze staan. Oké, dit zijn dus de t-shirtjes als we hem aan hebben. En je moet dit gedeelte dus bij elkaar knopen. Dus ik zal het heel eventjes losmaken, dan kan je zien hoe dat eruit ziet. Er zijn twee van die flapjes zo. En die knopen dus bij elkaar en dan heb je een crop t-shirt. En zo zie je een beetje hoe het er op de verschillende dingetjes uitziet. En het is trouwens een one size fits all modelletje. Ja, dus ik zou zeggen dat die wel past gewoon als je 34 heb, 36, 38. En als je zeg maar misschien wat grotere maat hebt, dan begint het natuurlijk wat strakker te zitten. Maar hij is redelijk gewoon baggy. Dus dat moet vast wel heel erg lukken. En de mouwtjes zijn wat langer, dus die kun je ook gewoon oprollen, zoals je hier misschien ziet. Ja. Maar normaal zijn ze zoals dit, wat ook heel erg leuk is. Volgende item is een hele leuke rok en misschien herken je hem wel een beetje, want Larissa heeft deze rok ook, maar dan in het zwart. En ik dacht, ja, Larissa en ik, onze stijl lijkt heel erg op elkaar, we houden erg van dezelfde dingen. Dus ik dacht, ik wil hem ook heel graag hebben, maar dan neem ik al een andere kleur. En een witte rok vind ik ook wel heel erg leuk. En ik vind deze lange rokken, die een beetje zo'n split hebben aan de voorkant, zo'n overslagrokje. Ik vind die look gewoon heel erg leuk. Gewoon lekker flowy, net wat langer. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze witte bij mij staat. Nou, dit is dan de rok. Je herkent hem misschien wel van Larissa. Misschien ook helemaal niet hoor, als je die foto dus niet hebt gezien. Maar ik vind hem heel erg leuk. En ik ben niet heel erg van de lange rokken, maar wel als hij dus nog zo'n split heeft. Dan vind ik het nog wel een beetje sexy staan. En nu heb ik dus sandaaltjes aan, maar met laarsjes is het denk ik wel heel erg stoer. En het is ook wel echt extra leuk als je hier nog een cropped iets op draagt, denk ik. Dus dit is wel heel erg leuk. En je moet, omdat het wit is, wel een beetje opletten met wat voor ondergoed je draagt. Ik heb nu donker ondergoed aan, dus dat zie je er een beetje doorheen. Maar ik denk dat ik met nude ondergoed wel goed ga zitten. Volgende item is ook lekker wit, dus ik ga hem eventjes uit de verpakking halen. En het is een jurk. Dat is heel leuk. Off shoulder en aan de bovenkant heeft hij een soort van randje zitten, dus een soort van ruche. En dan over de hele voorkant heeft hij in het midden heeft hij knoopjes in een soort van bruinig kleurtje, wat ik weer heel erg leuk vond staan. Dus ik dacht, zo'n wit jurkje heb ik echt. Oh jawel, heb ik wel. Een ander soort jurkje heb ik in de kast zitten. Maar witte jurkjes zijn gewoon echt perfect voor in de zomer, dacht heerlijk, ik. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Dit is het off-shoulder jurkje. Ik vind hem echt super leuk. Het is een iets langer model, want hij komt, je ziet nog een klein beetje knie. Maar hij is niet te kort, wat ik wel heel erg leuk vind. En ik heb hem nu gewoon aan met mijn alsters, wat ik wel een hele leuke combinatie vind. Dit is de maat SM. En ik moet zeggen dat hij hier wel een klein beetje strak zit bij mij. Maar ik heb ook wel wat bredere schouders, dus ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar verder vind ik hem echt heel mooi zitten. En wat ook fijn om te weten is dat hij een dubbele laag heeft. Ik weet niet of, je kan het hier een beetje zien. Dus het stofje is ook niet super dun. En volgens mij, ik heb nu echt gewoon donkergroen ondergoed aan. Maar je ziet het er gewoon niet doorheen, wat ik echt een hele grote plus vind. En ik vind hem gewoon echt vooral super leuk staan. Dus hier ben ik heel blij mee. Volgende item is iets wat ik heb besteld. En dat is een playsuitje. Jullie weten dat ik ervan hou. En ik ben ook echt dol op geel. Geel is mijn lievelingskleur. En van wit hou ik ook wel in de zomer. Dus dit is een goede combo. En dit is gewoon ook een beetje dezelfde soort stijl. Met die knoopjes en zo als het jurkje van Larissa. Maar dan is het dus een playsuitje. Ik vind dit heel erg leuk. Je moet hem aan de achterkant knopen. De achterkant moet je inderdaad knopen. Er zit ook wat elastiek. Dan heb je denk ik een kleine cut-out hier zo bij de rug. En je ziet er echt super schattig en zoet uit. Dus ik ben benieuwd hoe die bij me staat. Zo, ik vind deze echt super leuk. Ik ben hier heel enthousiast over. Achterkant die knoopjes dus zo samen. En ik vind hem gewoon heel erg schattig. Dit is echt iets wat ik
Dit is echt iets voor mij eigenlijk gewoon. En wat ik heel erg handig vind is dat hier zit zeg maar een dubbel broekje in. Zodat hij dus niet doorschijnt. Mocht je het verkeerde ondergoedje aan hebben getrokken. Schreeuwt echt zomer wat mij betreft. Ik vind hem echt heel erg schattig. Volgende item hebben wij ook weer hetzelfde. Maar dan ook weer in verschillende kleurtjes. En mag ik even nog een keer het woord ook zeggen? Want het zijn ook weer stipjes. Ja, inderdaad. Ja. En stipjes zie je nu ook echt heel veel terugkomen overal. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben niet mega fan van polka dots. Maar af en toe wel. Ja, ik was eerst vooral heel erg van streepjes, streepjes, streepjes. Jullie weten dat ik altijd streepjes droeg. Maar ik moet zeggen dat ik nu de afgelopen... Je draagt alleen maar stippen. Ja, ik heb bijna geen streepjes meer gedragen. Dus ik ben een beetje nu overgestapt naar de stippen. En er zit een touwtje hier in de middel. Zodat je hem een beetje kan strikken, wat wel heel erg schattig is. Ik heb hem dus in het rood en jij in het zwart. Ik ben heel benieuwd hoe deze staan. En ik hoop dat we hier op een gegeven moment een leuke twinning fotootje van mee kunnen maken. Ja. Want dat vind ik wel heel schattig. Tada! We hebben allebei hetzelfde playsuitje dus aan in een andere kleur. Het geeft ook een hele andere look, vind ik. Ja, maar toch wel. Want ik vind die zwarte ook wel echt heel erg leuk. Ja, ik vind die voor jou ook weer heel erg leuk. Ik moet zeggen, ik ben hier echt super heel erg blij mee. Spreken, want je billen komen er niet onderuit te hangen. Zoals je kan zien, echt gewoon ruimte zat. Hij geeft heel erg een mooi middel. En dit is dan weer lekker flowy, waardoor het net soort van bijna een jurkje lijkt. Ja, en dit is genoeg décolleté, niet te diep. Ja. Dus je kan ook nog gewoon een BH'tje dragen. En de stof is ook, wat is het voor stof? Het is heel glad en zacht. En een licht stretchy. Ja. Ik ben hier echt over te spreken, maar hij past gewoon perfect. We lijken net van die Spaanse Lolita's. Ja, love it. Volgende zijn oorbelletjes. En ik zie bij Larissa altijd oorbelletjes in haar oor. Er zijn ringetjes met een hangertje eraan. En ik vind dat altijd heel erg leuk staan. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En op de webshop vond ik deze met sterretjes. En die vond ik wel heel erg leuk voor in mijn onderste oorgaatje. Ik heb er namelijk meerdere. Ik heb er nu 3 in mijn oorlel links en 2 rechts. En ik heb er nu 2 nieuwe laten zetten. Mocht je dat trouwens gemist hebben. Dat komt voor in de vlog die je nu in het i'tje ziet verschijnen. Ik heb dus nieuwe laten zetten, dus die moet ik voorlopig nog even inhouden. Maar de onderste kan ik wel vervangen. Dus ik dacht, ik vind deze wel heel erg leuk. Zo, en dit zijn dan de oorbelletjes met het hangertje. Kan eigenlijk niet veel mis mee gaan. En ik vind het wel heel erg schattig staan dit. En ze gingen ook best wel makkelijk in, dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik zal nog even van iets dichterbij laten zien. Nou, superleuk. En bij de accessoires heb ik ook even rondgekeken. En daar zag ik een hele mooie zonnebril staan. Ik had trouwens ook al een andere zonnebril van Comcat Fashion. Dat is een hele leuke cat eye. Mm-hmm. Waar moet ik die laten zien? Een keer een foto? Op een foto, op een Instagram foto. Ja, als ik een foto heb, dan zal ik je eventjes in beeld brengen. Dus daar heb ik ook een hele leuke cat eye besteld. Ja, hij doet me een beetje denken aan onze Ray-Ban Round brillen. Maar dan heeft deze net iets gehoekte onderkantjes aan de onderkant. En hij is goud met groene glazen. Zo, dan is dit de zonnebril. En ik vind het wel heel erg leuk dat hij die donkere glazen heeft met dat gouden randje. Dat heb ik zelf nog niet. En hij is gewoon net ietsje anders als de ronde zonnebril. Ik weet niet 100% zeker of ik hem echt goed bij mij vind staan. Maar ik vind hem wel heel erg leuk qua model zonnebril. Dus laat me eventjes weten. Ik zal even een poltje aanmaken trouwens. Laat me eventjes weten of je deze vindt staan. Of dat ik misschien beter toch kan retourneren. Maar het is wel echt een super mooi brilletje. En er zit trouwens van die pootjes aan de binnenkant. Of hoe noem je dat? Van die neusdingetjes. Dus dan kan je hem ook een beetje verstellen mocht hij niet helemaal goed op je neus zitten in eerste instantie. Dus dat vind ik altijd heel erg fijn aan zonnebrillen. Volgende item. We hebben allebei hetzelfde besteld, want het is gewoon een goede basic. Die wilden we niet in een andere kleur. En dat is een wrap skirt. Het is een zwart rokje met een beetje zo'n wrap skirt idee. Voorkantje dus. Het is eigenlijk volgens mij niet officieel een wrap skirt, want hij heeft een reetje op de achterkant. Zo'n faux wrap skirt, maar je krijgt wel diezelfde vibe. Ja, ik vind het wel heel erg lekker vrouwelijk en zwierig te uitzien. Dus dat vind ik dan wel leuk in combinatie met wat stoerdere laarsjes en een stoerder t-shirtje. Mm-hmm. En dit zijn de zwarte wikkelrokjes. Ze zien er echt super leuk uit. We dragen hier allebei maat S. Maar we denken dat de maat M misschien wel beter is, want hij is echt heel kort. Zeg maar, je ziet nu bijna alles zitten. Maar hij staat wel echt heel erg leuk. En dan ben ik nog niet klaar met de wrap skirt en met stippen. Want ik heb hier nog een heel leuk exemplaar. Hij heeft niet die roesjes aan de voorkant. Maar heeft wel een beetje dit overslag
ideetje. Dus dat vond ik wel heel erg leuk staan. En dit gewoon in combinatie met een bandshirt leek mij gewoon echt heel erg leuk. En dit is het gele rokje. Ik heb hem even gecombineerd met het cropped witte shirtje. Want dat past wel heel erg goed erbij. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het enige is dat ik jullie gewoon echt niet de achterkant kan laten zien. Want hij gaat gewoon helaas echt niet dicht. Ik heb nu een maat S aan. Dus ik zou zeker gewoon een maat M moeten nemen. En dan kan die dicht aan de achterkant. Want dat is nu dus niet het geval. Maar zo krijg je wel een beetje een idee van hoe die staat. En ik vind het echt gewoon heel cute staan met die kleurtjes en die stipjes. Het shirtje past ook echt super goed bij. Oh ja. Volgende item is weer iets wat we dubbel hebben besteld, maar in een andere kleur. En dat zijn deze topjes met weer dat leuke knoopje voorop. Voor een beetje, ja, hoe noem je deze stijl eigenlijk? Ik weet het doet niet me denken aan goed. Wat onze moeder vroeger altijd droeg. En dat zijn echt van lekkere linnen rokken en jurken. Ja, het is een beetje terug naar weet ik veel welk jaar. Ja, gewoon wat landelijker. Landelijker is misschien een beetje de vibe. Maar dit stofje is zeg maar heel chill. Dat is een beetje zo'n crepe stofje. Dus ja, dat kreukt niet. Lekker dun, kreukt niet inderdaad. En die heeft dus weer zo'n knoopje. Dus dan kan je hem een beetje cropped dragen. En ik heb hem dus in het wit. En ik heb hem in het zwart. Nou, dit zijn de topjes. Allebei dus een hele andere kleur. Wat wel weer echt een hele andere vibe geeft, vind ik. Ik vind ze echt wel heel erg leuk. Ja, en dit knoopje maakt hem niet mega cropped. Dus als je daar niet zo van houdt dat iets echt heel kort is, dan is deze ook wel goed. En even kijken, ik heb nu wel, hij schijnt lichtjes door hoor, de witte. Dus ik heb nu een grijze BH aan. Ik denk dat een andere kleur iets beter zou zijn. Nou, mocht je nog vragen hebben over de fit en over de maten, laat het dan even achter in de reacties. Dan gaan we daar eventjes naar kijken samen. En we hebben trouwens alle linkjes naar alle kledingstukken in de beschrijving gezet. Mocht je het ook willen shoppen natuurlijk. We hopen dat jullie het leuk vonden om deze shoplog te zien. Laat ons vooral eventjes weten wat jouw favoriete item in deze shoplog is. En willen we heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zien we snel weer in de volgende. Doei! Doei.